Goedemorgen meisjes en mannen, het is vandaag donderdag. Ik ben al even wakker. Ik heb namelijk voordat ik ging douchen een YouTube workout gedaan. Sinds kort doe ik dat. En dan heb ik gewoon, ja daarom ligt het ook hier, heb ik gewoon zo'n matje. En dan kijk ik gewoon op de tv. Ik doe dus de workout voornamelijk nu van Miljonair Hoi heet hij. Die man is echt gewoon, ja, hilarisch. Hij is super enthousiast. En hij heeft heel veel video's, echt heel veel. Afgelopen maand had hij per dag gewoon 3 video's. En dan van 10 minuten. Dus wat ik dan doe als ik zo'n workout doe, dan doe ik een paar van die 10 minuten achter elkaar. Bijvoorbeeld een warming up, dan een billen workout en dan nog een buiktraining. Dit is dus zijn kanaal, Miljonair Hoi. Hij is echt super chill, want wat hij doet is bijvoorbeeld ook in zijn beschrijving helemaal vertellen wat je dan gaat doen per minuut. En als er dan bijvoorbeeld een push-up tussen zit, dan sla ik die over. Dan doe ik die niet. Maar die man heeft echt super weinig views. Ik gun hem veel meer, want hij is echt gewoon een baas. Hij is grappig, hij maakt vette workouts en hij stopt er ook nog eens echt veel tijd en energie in. Het zou wel heel grappig zijn als we die man gewoon wat credits gaan geven. Dus als iedereen nou naar zijn kanaal gaat en dan onder zijn nieuwste video, you're a hero, zeggen. Ik ben benieuwd wat hij daarvan gaat vinden. Give that man some credit. We moeten naar Hilversum. Jongens, gaan jullie ons missen? Ja. Ik wil dat jullie wel hard doorwerken. Oké. Als want het is vaak als de kat van muis is. Huh? Als de huis op... Dan ze de huis op tafel. Dan ze de tafel als, op de huis. Als de Marit en Dylan, ja, van huis zijn, dan ze de Rens en Rick op tafel. Precies. Klopt. Wij zitten in de auto. Ze zijn onderweg naar Hilversum. En Dylan is even aan het tanken. Dylan heeft eerst opnames met Klaas. Ik weet niet precies wat ze gaan doen, maar een challenge met een of andere gadget. En daarna gaan we door naar de BZT-show. Het is echt waar, Marit, het heet Marit tussen de mannen. Marit tussen de mannen, ja. Nou, dan zit je gelijk goed. Ja. We zijn in Hilversum en hier is Klaas. Hoi. En Yvonne. Hallo. En hier zit dus hetgeen in. Oeh, waar jullie iets mee gaan doen. Het ziet er wel dus best wel groot uit, dus dat vind ik leuk. Dat vond ik ook. Dat vind je wel leuk? Ja. We zijn nu op locatie en het is hier echt heel erg vet, hè? Hier werken gewoon mensen, wat? Ja, volgens mij wel. Echt heel gaaf. Moet je dit hier zien, Dylan? Wat is dit? Oh, dit is echt een oude pasfotomachine. Oh, moet je kijken, ze gaan een video opnemen en met dit apparaat. Ja, dit apparaat. Wat is het eigenlijk? Zeg nou eens even. Hey, hey, what's up, hey, Star Wars, Jedi. Ja, draai je dat ding. 1, 2, 3, up. Nee, jij niet. 1, 2, 3, up. Je gaat de grot in. Wij gaan de grot in. Ja. Hoe heet die mensen? Ja. Mensen die grot in gaan, holborns. Mijn werk is tot in de nagels. Klaas, kom op, man. Jij kan toch alles? En hij zit al een uur met dat ding te spelen. Ja. Het is gewoon een Tamagotchi, hè, wat hij heeft. 31, wat doe jij? Ja, we zien er goed uit, hoor. Ja. Is mij nog wel? Ja. Dat wordt wel echt een spannende battle, moet ik zeggen. Ja? Dylan en Klaas zijn nu een soort battle aan het doen met hele grappige robots. Kijk maar. Ja, ik wil het wel proberen. Ja. Ik ben blauw nu. Ja, is goed. Zal ik je filmen? Ja, is goed. Hoe ga ik? Ik ben heel slecht. Ja, daarom. Ik laat je. Ik ga niks zeggen. Oh, ik weet. Oh. Maar, huh? Oh, ja. Netjes. Je hebt hem geraakt. Nee. Kijk, je moet dus schieten op het hoofd van de ander. Ja, netjes. Dames. Ja, weet je, wij hebben dat film even bekeken en dan weten we wel hoe het werkt. Zo moeilijk is dat niet. We zijn klaar. Ja, was gezellig. Ja, was heel gezellig. Alleen we hebben nu nog best wel de tijd, want toen was om 4:30 bij BZT-show te zijn. Het is nu 2:30. Dus ik stel voor, laten we eventjes naar een woonwinkel of zo ergens gaan. We hebben toch tijd te overbruggen. Ja, oké. Okay. Ja? Maar dan moeten we wel even een adresje hebben, want ik zou het zo niet weten waar hier een woonwinkel is. Ik ook niet. Zullen we even checken? Ja, is goed. We zijn dus aan het kijken naar badkamers en kijk wat hier gewoon in zit. Hier zit gewoon de tijd in. Dat is best handig. Als je dan net nog heel snel jezelf wil klaarmaken en je weet niet hoe lang je nog hebt. Hier. Dit heb ik nog nooit gezien. Dit is een
douche in een bad. Dat is wel normaal, dat zie je wel eens vaak. Maar moet je kijken. Je kan er dus gewoon inlopen. Er zit een deur. Maar als er dan iemand dus in bad zit, dan zie je dat, toch? Ja. Om buiten. Wat bizar, hè? We staan hier nu bij de receptie bij de BZT Show. En moet je kijken hoe... Dat was een redelijk heftig begin, hè? Een warm welkom. Zo, hey. Leuk, hè? Ja, wel leuk. Annelies, die begeleidt ons vandaag, toch? Hey. Zal ik jou nu even bijpraten? Vind jij dat fijn? Ja, natuurlijk. Wat we gaan doen. Kijk eens wie we hier tegenkomen. Het is Saskia. Hallo. En het is echt oprecht. Saskia komen overal tegen. Ja, waar jullie zijn, daar ben ik eigenlijk normaal. Een tosti team. Het is gewoon helemaal compleet. Ja, altijd een tosti team. We zijn in de BZT show. Ja. Hartstikke leuk. Ja, ik hoor je. Hartstikke gezellig. Hi. Repetities. Ga je repeteren, jongen? Ja, repeteren. Oh. Rugmastips. Ja, welkom Dylan. Wat ontzettend leuk dat je er bent. Dylan, leg eens even uit. Jij maakt lijstjes. Ja, even uitleggen. Hoe werkt dat? Ja, dat klopt. Ik maak samen met mijn team top 10 lijstjes. En ja, we doen de gekste dingen. De gekste verslavingen, die leukste openingszinnen, dat soort dingen. Het is bijna zo voor... Wel. Ik ga het hier kijken. Ja. Moet je wel een beetje goed je best doen, hè? Ik wil niet jou uit je neus zien. Dat, Hebben jullie ook nog een wens, toch? Ja. Vertel eens even. We willen heel graag Dylan Hagens ontmoeten en een video met hem opnemen en top 10. Willen jullie hem gelijk zien? Mag ik een groot applaus, want hij vond het super leuk om hier te zijn. Mag, hier is die Dylan Hagens! Super grappig, maar ze hebben hier zo'n smeerpijp en dan komt dat allemaal uit. En die kinderen die dan zo vies zijn, die krijgen een douche, maar die worden eerst op deze manier daarin gezet. Kijk, wie wil er in de winkel wagen? Ja, ik ben... Nee! En zo worden ze dus naar de douche vervoerd. Het was super gezellig, ja. Het was echt heel leuk. Het was leuk. Ja. Zag er ook echt heel leuk uit. Ik ben benieuwd hoe de video wordt, want er is echt veel lawaai hier in de studio. Dus ik denk eerlijk gezegd dat die video niet helemaal... Maar het was wel heel gezellig en we hebben gechilled. Het zit erop. Het zit erop. Ik zit erop. Op de stoel. Ja. Ik heb tegen die dames gezegd dat als jullie een keer mee willen doen... geef het even door. Dus we hebben hun namen doorgegeven. Hey. En dan, als we ooit figuranten nodig hebben, kunnen we... Want het is wel echt goed. Ik heb het allemaal achter even zitten te bekijken met Saskia, om te laten flink te kloten met Snapchat. Moet je kijken, wacht. We waren proberen om een face swap te doen, maar die mislukte nogal. Haar gezicht zit gewoon op beide. Huh? Waarom ziet het wel realistisch uit? Het is inmiddels alweer 9 uur of zo. Wij zijn net in Venray en nu gaan we even lekker friet eten. Ik heb een pikante kaassoufflé besteld. En een aspergekroket. Ik dacht, ik ga eens even allemaal andere rare dingen nemen. En jij hebt een eierbal. En wat nog meer? Wel iets grappigs? Nee, wel en niet zo grappig. Dit is dus die eierbal. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het nog nooit gezien. Lekker. Goed speciaal. Mami blok. Maar welke is welke van die kroketten? Ja. Oh, dat is die eierbal. What? Dylan, hoeveel snacks eet jij? 4. Echt absurd. Hij eet altijd gewoon 4 snacks. Maar jij eet weinig friet. Dat is dan wel. Ja. Ik neem al 2 snacks en Dylan 4. Mijn snacks zijn lekker. Wil je deze door midden zien dan? Ja. Oh, what? Hij is wel mooi, dat ei. Ik ben er heel benieuwd naar. Dit is wel koning. Dit was alweer donderdag. Morgen is het vrijdag, gaan we cliffhanger opnemen. En Giel Beelen doet ook mee. Hij heeft een hele aparte, maar wel heel erg grappige rol. En wij moeten dus snel gaan slapen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ben je nou nog niet geabonneerd, weet je, dan kan dat. Als je dat wil. En ik zie jullie morgen weer. Doei!